Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de hersenzenuwen. In deze video zal ik ze alle 12 even aan je voorstellen, hoe ze heten en in het kort wat ze doen. In de cursus over hersenzenuwen ga ik dieper in op de verschillende hersenzenuwen qua functie, anatomie, stoornissen en hoe je ze kan testen bij het lichamelijk onderzoek. Ons zenuwstelsel bestaat uit twee delen. Het centraal zenuwstelsel, terwijl onze hersenen, de hersenstam en het ruggenmerg, en het perifeer zenuwstelsel, oftewel alle zenuwen die uit ons centraal zenuwstelsel ontspringen. In ons perifeer zenuwstelsel zitten ontelbaar veel zenuwen, op alle plekken die je maar kan bedenken. De overgrote meerderheid ontspringt uit ons ruggenmerg, de ruggenmergzenuwen. Maar een paar zenuwen komen direct uit onze hersenen en dat maakt ze bijzonder. Deze 12 paar zenuwen noemen we dan ook de hersenzenuwen. De meeste hebben functies in ons gezicht, nek en schouders. Sommige hersenzenuwen zijn puur sensorisch, om dingen op te merken uit de omgeving, en andere zijn puur motorisch, om bewegingen aan te kunnen sturen. En weer andere kunnen het beide, oftewel dat zijn de gemengde zenuwen. Van elke hersenzenuw hebben we er 2, eentje voor de aansturing links en eentje voor de aansturing rechts. Hersenzenuwen worden met de Romeinse cijfers 1 tot en met 12 aangegeven, of met hun Latijnse naam. Er is een bekend ezelsbruggetje om alle Latijnse namen te onthouden, dus laten we daar eventjes mee beginnen. En dat is op ons oude tuinterras at Frits verse groenten van Albert Heijn. De nervus 1, oftewel de nervus olfactorius, de nervus 2, oftewel de nervus opticus, nervus 3, oculomotorius, de nervus 4, de nervus trochlearis, nervus 5, oftewel de nervus trigeminus, de nervus 6, de nervus abducens, 7, de nervus facialis, 8, de nervus vestibulocochlearis, 9, de nervus glossopharyngeus, 10, de nervus vagus, 11, de nervus accessorius en 12, de nervus hypoglossus. Hier zie je de hersenen van onderen bekeken. Zo zie je de hersenzenuwen goed zitten. In het kort wat de hersenzenuwen doen. De nervus olfactorius is onze reukzenuw bovenaan onze neus. Dat is een puur sensorische zenuw dus. De nervus opticus is onze oogzenuw. Die zorgt voor ons gezichtsvermogen. Over het verloop, het overkruisen en hoe deze zenuw verloopt helemaal naar de achterkant van onze hersenen leer je in de cursus over de hersenzenuwen in de video over de nervus opticus. Ook dit is een sensorische zenuw. De nervus oculomotorius verzorgt, zoals eigenlijk de naam al zegt, de motoriek van het oog. Denk hierbij aan de uitwendige spieren van de oogbol, maar ook de inwendige oogspieren en het spiertje wat het bovenste ooglid optrekt. Omdat het bewegingen aanstuurt, is dit een motorische zenuw. De nervus trochlearis doet een specifiek stukje van onze oogbeweging. De schuine aansturing waarbij we het oog kunnen laten roteren. Als je bijvoorbeeld je hoofd draait. En hij doet ook het naar beneden kijken. Dit is dus ook een motorische zenuw. De nervus trigeminus is een van de dikste hersenzenuwen en betekent letterlijk de drielingzenuw. Hij splitst zich namelijk in 3 takken, V1, V2 en V3. Deze zenuw is verantwoordelijk voor het gevoel in ons gelaat, waarvan de 3 takken hun eigen deel doen. En ook zorgt het voor onze kaakbewegingen, bijten, kauwen en slikken. Het is dus een zenuw die beide doet, sensorisch en motorisch. De nervus abducens zorgt voor één beweging van het oog. Zoals je al kan afleiden uit de naam, dat is abductie van het oog, oftewel het naar buiten draaien van het oog. Het is een motorische zenuw dus. De nervus facialis is ook een grote hersenzenuw, die onze gelaatsspieren regelt en dus onze gezichtsuitdrukkingen. Ook doet hij de smaak van 2/3 van onze tong. En dit is dus weer een zenuw die beide doet. De nervus vestibulocochlearis heeft een ingewikkelde naam, maar letterlijk betekent het de evenwicht- en gehoorszenuw. Dus dan is het niet gek om je te realiseren dat deze zenuw dus je evenwicht en je gehoor regelt. De nervus glossopharyngeus doet de smaak van de andere 1/3 van de tong en ook van je keel. Ook stuurt het de spieren aan in je keel en het is dus een zenuw die beide doet. De nervus vagus is een hele belangrijke zenuw, die ook wel de zwervende zenuw wordt genoemd. Hij zwerft namelijk ook nogal in ons hele lichaam. Hiermee heeft hij dus ook heel veel verschillende functies, waaronder hij bestuurt onze stembanden, hij vertraagt onze hartslag, hij verlaagt onze bloeddruk en het bevordert de spijsvertering. Met deze functie zal het je dan ook niet verbazen dat het de belangrijkste zenuw is van het parasympathische zenuwstelsel van de rest- en digest-reactie. En dus ook deze zenuw doet beide, dus motorisch en sensorisch. De nervus accessorius stuurt een paar hals- en rugspieren aan, namelijk de musculus sternocleidomastoidius en de musculus trapezius. Dit is een motorische zenuw. De nervus hypoglossus verzorgt de tongspieren en een paar halsspieren en is dus een motorische zenuw. Met het ezelsbruggetje op ons oude tuinterras, at Frits verse groenten van Albert Heijn, kan je goed de volgorde onthouden van de hersenzenuwen. Maar zo is er ook een ezelsbruggetje om te onthouden welke zenuw motorisch, sensorisch of beide is. Some say money matters, but my brother says big boobs matter more. In de cursus over hersenzenuwen gaan we dieper in op de functie, anatomie en bijbehorende stoornissen van de verschillende hersenzenuwen en hoe je het kan testen bij lichamelijk onderzoek. Ga naar jufdanielle.nl om je aan te melden voor deze cursus of meld je aan voor de Juf Danielle Academie en krijg ook toegang tot deze hersenzenuwen serie en alle andere inhoud. Bedankt voor het kijken!